Hoi, wat leuk dat je kijkt. Ik ben Spien en vandaag ga ik garnalen ceviche maken. En dit is dus hele makkelijke garnalen ceviche. Het staat binnen 10 minuten op tafel voor 4 personen. We gaan eerst de marinade maken. Dit doen we dus met zuren, want het is altijd met ceviche. Wij gebruiken een beetje limoensap en we gaan er een klein zoetje tegenover doen met een beetje suiker. Ik gebruik ongeveer een eetlepel. En dan heb ik hier een rood pepertje. Die snij ik in dunne plakjes. Hou je nou niet van pittig, doe er dan een beetje rustig aan mee. Het geeft ook echt superleuk kleur aan je gerecht. Ik ben echt dol op sriracha. En het geeft ook heel veel smaak aan je gerecht. En een klein beetje peper en zout. Dat hebben we ook wel nodig. Zo. Gaan we dit eventjes doorrollen en dan gaan we onze shrimps er alvast inleggen. En dan hebben we hier de garnalen. In principe als je ceviche maakt, dan kan je de ceviche dus laten garen in de zuren. En eigenlijk is de regel een beetje hoe steviger de vis, hoe langer je hem in het zuur moet laten. Dus coquille bijvoorbeeld hoeft echt maar 1 minuutje. Dan wil ik ook nog een beetje ui toevoegen. Dus ik heb hier nog een rood uitje. Die ga ik even in ringen snijden. Zo. Die wordt meestal ook wat zachter door het zuur erin. Zo. Die doe ik dus al bij de garnalen. Beetje platte peterselie. Dan nog wat lekkere verse kruiden. Ik heb hier platte peterselie en een beetje koriander. Als je nou niet van koriander houdt, hou hem dan gewoon weg en doe wat meer peterselie erin. Maak een propje van en dan snij ik het fijn. Zo'n feestelijk gerecht is dit. Ik vind het ook echt heel erg leuk om dit te serveren als er vriendinnen wijntjes komen doen. Dat je gewoon lekker gezellig met z'n allen aan tafel zit. Een wijntje erbij, wat chips erbij. Het is echt een topgerecht. Nou, dan gaan we de mais even lekker grillen. Hiervoor zet ik de grillpan aan. En deze is al gekookt. Die koop je gewoon gekookt in de supermarkt. Het is lekker makkelijk. Hoeven we alleen nog maar even te grillen. En ik hou echt van die grillsmaak. Dat geeft alweer een beetje wat extra's aan je gerecht. Dan heb ik hier nog een avocado. En die avocado die maakt het gerecht heel lekker romig. Dus die gaan we eventjes in blokjes snijden. Ik haal de pit eruit. Of in ieder geval het bovenkantje. En een leuke tip. Als je wil weten of je avocado rijp is, kijk dan eventjes hoe dit eruit ziet. Hij is niet te groen en ook niet te donker. Dus deze avocado moet perfect zijn. Voor de pit hoef je geen enge trucjes uit te halen met een mes. Maar je kan hem gewoon zo knijpen. En meestal komt hij dan al wel los. En dan heb je hem er gewoon zo uit. Snij ik weer even wat blokjes. Dat is echt weer een perfecte tegenhanger. Tegen dat zuur. En mocht je dit gerecht nou bijvoorbeeld de dag van tevoren maken, wacht dan eventjes met de mais en de avocado. Die voeg je pas later toe. Maar je kan die garnalen makkelijk een dagje in de koelkast bewaren. En dan missen we eigenlijk nog één kleur. Hè? Dat geel van die mais erbij. En dan is hij echt perfect. Hij ziet er super uit. En hij ruikt dus een beetje naar popcorn. Echt heel lekker hierbij. Kijk eens. Top. Ik krijg meteen zin om lekker film te kijken. Dat sloeg helemaal nergens op. En het ziet er nog steeds top uit als je het gewoon zo grof houdt. Dus dit gaat er ook bij. En dan hebben we hier die fantastische kleurrijke ceviche. Ik serveer het vandaag met tortilla chips. Je kan het ook met taco's serveren of noem het maar. Het wordt in Zuid-Amerika ook vaak met chips geserveerd. En het wordt eigenlijk een beetje als een dipsaus gegeten. Het recept staat hierboven of hieronder. Laat even weten wat je ervan vond. En als je dit nou een leuk filmpje vond, doe even een duimpje omhoog. En ik zie jullie snel weer. Tot snel.